dus zeg maar de overstap, of de we hebben overlapping gehad met het jaar 2002, 2003, mm-hmm. waarin er heel veel nieuwere kwamen, maar wij zijn inderdaad van nog de vol. Mm-hmm. En ja, het was gewoon de tijd van de 3S blikjes, de koekjes van de Dirk, in de rugzak, chips en de bus in. En van het ene pleintje naar het andere pleintje, richting het centrum, stad, metro, daar. En dan was het gewoon, ja, je wist gewoon waar de gevoetbalde, dus als het daar klaar was, ging gewoon daarheen. Op een gegeven moment was het een uurtje of 10, dan wist je gewoon, daar wordt nog gespeeld of daar wordt nog gespeeld. Mm-hmm. Dus dan ga je erheen en dan, ja, het is gewoon de hele nacht door. Dus er was echt een tijd van, in die periode 1996-97, was gewoon zo'n periode van elke keer gewoon op de pleintjes en gewoon spelen. Dat we gewoon tot een uurtje of 11, 12 doorgingen. En dan was het gewoon van, hey, wie kunnen we nu gewoon wakker maken om gewoon, en ging gewoon een west. Ging gewoon een vaartje op de raam, tik. En dan op een gegeven moment raampje open, zie je op kop, zo, hey, wat doen jullie hier? Ja, kom maar naar buiten jongen, 1-1. Weet je? Ja, okay. Dat soort dingen hebben we gewoon gedaan.